Dames en heren, en welkom bij een gloednieuwe vlog. Vandaag ben ik in Den Haag. Ik ga iets heel erg leuks gaan doen. En heel iets spannends. Heel zenuwachtig. Maar jullie zien straks wat ik ga doen. En ik ben met de wel beruchte, bekende Isin. Hi. Hallo. Ik ben Isin. Oké, nog een keer. Dat was echt dom. Nou, vandaag, weet je wat het is, jongens? Ik ben het aan het vasthouden, want mijn voorkant van mijn ding is kapot. Ja, echt een vlogger live. Echt niet normaal. Nou, dus daarom hou ik het zo vast nu. Maar vandaag met een hele leuke gast. We gaan even een rondje Den Haag doen. Zij gaat me even leuke plekjes laten zien. Want ik ben vaak in Den Haag, maar niet naar die plekjes. Hoi, ik ben Isin. Ik ben 19 jaar. Ja? En ik ben bezig met kapsopleiding. Oké. En ook nog eens mode. Ja. Dus ja. Waar kunnen mensen jou volgen? Op Instagram. En wat is je Instagram? Fashion_UGXIG. Ja. Oké, dus als jullie haar willen volgen, ze is een hele mooie meid. We hebben elkaar ontmoet op House Party. Die app kennen we allemaal. En het is vandaag de dag dat we elkaar hebben ontmoet. Ja, we hebben altijd via de cam gesproken en vandaag voor het echt. Dus het is hartstikke leuk. Beste kijkers, we lopen nu... Waar lopen we eigenlijk in? Schilderswijk. We lopen nu in Schilderswijk. We lopen nu in Schilderswijk. Ja. Ja. Het is de dag van piercing. We gaan piercing laten zitten. Ik ga een piercing laten zetten, dames en heren. Ik ben heel erg zenuwachtig. Heel erg gespannen. Mensen kijken me aan wat het fuck doe jij met je camera. Maar mashallah. Dat wordt gezellig hoor. Oké. Okay. Nou, ik ga naar Pelmik, want ik ga een piercing zetten. Yes. Dat is nu normaal. Hartstikke vet. Ja. Hoe voelt het? Nee, ik weet het niet. Hij is er nog niet in. Wat? Hoe voelt het? Ben je zenuwachtig? Ben je bang? Heel erg. Ga je recht door, schat? Heel erg zenuwachtig. Ben je zenuwachtig? Komt goed. Was ik ook eerst hoor. Ja, met de navelpiercing. Ja. Oh ja. Mensen kijken je aan, man. Ze kijken je aan, man. What the fuck? Wat doet hij dan? Ah, jij bent vlogger. Echt, hè? En die oude vrouwen van... Jongen, kijk. Oké. Neem ik je jou? Oké, ja. Jongen, maar dit is de auto. Dit is niet die met die om ben. Het is een jongen, maar dit wat pakt je in mijn klasje. Echt. Ja, doodlachen. Even Den Haag zo'n... Zo'n drukke... Nee, hier is Schilderswijk, hè, schat? Ik wil de allerkleinste piercing hebben, hoor. De allerkleinste piercing. Ik wil niet de grote. Zie je zo, schat, kom. Is dit het? Ja. Maar dit is toch geen piercingzaak? Wacht, dit is een juwelier. We gaan bij de juwelier. Yes. Nee, ik wil naar een piercingzaak. Hi. Een vraagje. Nou, mevrouw is even naar de juwelier gebracht. En dan fucking zo, die hardcore piercing shop. En ik kom bij een juwelier met een Hindustaanse man. Nou, die man zei, ik ga met een pistool schieten. Wat de fuck krijgen we? Nou, ik wil gewoon lekker met de naald. Dus, we lopen nu weer naar de auto. Beste kijkers, we zijn onderweg naar de piercing shop. Maar Isin die is ook berucht om haar... Oh, wat is dit nou? We moeten naar rechts. En we gaan naar links. Ik weet het ook niet meer. Want ik haat Den Haag. I hate Den Haag. You know. Weet je wat het is? Isin is beroemd via fashion en zo. Maar haar stem is apart mooi. Dus we gaan even een stukje Turkse gezang horen van Isin. Dağların dumanı hiç geçit vermez. Dalgalar alır da geriye vermez. Nefesim haram. Anlat Karadeniz nefesim yetmez. Sen anlat Karadeniz. Heel erg mooi. Nou,
we zijn voor de tattoo shop. Een piercing shop gekomen. We gaan het doen bij Monica Tattoo Shop. Dus ja, het wordt hartstikke leuk. Hier, kom maar. Oké. Daar gaat hij erin. Jongens. Ik ben echt zenuwachtig. Nee, schat. Moet je tekenen zijn. Hè? Hi. Hallo. We hadden net gebeld. Ja. Ja. Mogen we filmen? Nee. Nee? Oh. Oké, okay, is goed. Nou? We moeten even de camera uitzetten. Want we mogen niet filmen. Echt stom. Dat kan wel. Oké, 40. Yes. Ik ga zeggen, mevrouw, ik ben vlogger. Ik word in de vijf kut. Of je gaat stiekem filmen met zijn telefoon. Mm-hmm. Telefoon om. Yeah. Ja. Dit is before, jongens. I like it. Before. Maar het staat hem wel leuk, denk ik, of niet? Yes. Hoe ik achter de lucht. Ja, ik heb hier sharp. Oh, even een dumbbellfoto. Voor de voorpagina. Ik ga hem doen. Kom. Nee, zo. Ik maak foto's. Oh, oké. Kom maar. Oh, nog eentje, wacht. Dat is wel leuk hoor. Kom maar. Ja, dat is leuk. Nog één. Kom maar. Mama, ik hou van je. Alle die mannen gestart staan. Nou, we zijn bij de... We gaan lekker eten. Dan gaan we naar Rotterdam. Het is weer niet gelukt. Nee. Nu gaan we naar Tattoo Bob. En daar gaan we dan piercen. Daar komt ie. Ik ga de piercing dus zetten. Ik ben echt zenuwachtig, niet normaal. We zijn in 5 shops geweest.
bij Den Haag. Niks daar. Ja, natuurlijk zijn we met dat ook opgekomen. Hè? Dus ik ga vragen of ik moet filmen dit binnen. Ja. Ik wil ook een foto samen. Als je een foto kan maken. Meneer? Kijk. Hier. Stier. Oh, is het hier zo? Is het hier? Ja. Is het hier of daar? Hier, hier is piercing. Ja. Staat er? Links of rechts? Dat is wat uit, is piercing, ja. Wat is die? Deze kant. Of moet hier? Ik weet kom, we gaan hier naar binnen. Hier? Ja, ik denk het. Is, nee, het is daar naar binnen. Beste kijkers en welkom bij een gloednieuwe vlog. Ik doe deze vlog omdat ik even een update wou geven van de vlog die ik vandaag ga posten op mijn YouTube kanaal over mijn neuspiercing. Nou, ik, zoals je ziet, ik heb hem eruit gehaald omdat ik daar niet tegen kon. Het is me ontstoken geweest en het is een week geleden. En nu heb ik hem eruit gehaald een paar dagen en ik heb hem goed verzorgd. Ik heb er goed schoongehouden, dus hij is weer dichtgegroeid. Dus misschien later neuspiercing, maar voor deze keer even niet. Dat is even een korte uitleg. Nou, dan sluit ik de vlog hierbij af. Bedankt voor het kijken, dames en heren, deze leuke en grappige vlog met Isin. Jullie kunnen haar op haar Facebook kanaal volgen. Die zet ik hier even eronder. En dan zie ik jullie volgende keer bij een gloednieuwe vlog. En dan zeg ik later! En trouwens, ik heb nu 10.000 kijkers binnen. En nu moet ik 1.000 abonnees krijgen. En dan krijg ik een contract met YouTube. Dus als je mij wilt steunen, abonneer hier beneden. Deel mijn video's alsjeblieft. Dat mensen op de hoogte zijn wat ik doe. Dat ik...